Ik wil het thema inleiden. Elnathan heeft natuurlijk een hele mooie verenigingsoverview gegeven. Maar vanuit de CWA hebben we natuurlijk een thema gekozen. Ik wil uitleggen wat dat thema is. En ben heel belangrijk ook een opmaat maken naar het spannende onderdeel hierna. De introductie van dat platform. Dit plaatje spreekt eigenlijk voor zich. Ik denk dat er in de geneeskunde een soort paradigma shift of misschien vriendelijker een renaissance gaande is. Dat we eigenlijk aan de vooravond staan van iets heel inspirerends en iets waar een heleboel nieuwe mogelijkheden en zowel voor behandelaren, maar ook met name voor patiënten of cliënten gaat ontstaan. En wat is dat? Nou, ik denk dat we vanuit vorig jaar echt geleerd hebben dat heel veel psychiaters en mensen in de NVVP klaar zijn voor een volgende stap. Dat we heel erg lang ons gefocust hebben op het snappen. Wat is schizofrenie? Hoe definiëren we autisme? Enzovoort, enzovoort. Dat we echt dat diagnostisch raamwerk hebben geprobeerd te optimaliseren. Maar dat dat eigenlijk toch wel zijn plafond heeft bereikt. En dat we langzaam maar zeker de heterogeniteit zijn gaan begrijpen. En eigenlijk een beetje zijn gaan omarmen. Dat het niet meer een probleem is wat we eigenlijk weg willen maken. En dat we iedereen willen collaberen in één klassificatie of label. Maar als uitgangspunt gaan gebruiken. En dat is eigenlijk natuurlijk niet iets wat wij alleen doen. Dat doen ook heel veel andere specialismen waar we veel van kunnen leren en ook via de federatie veel mee samenwerken. En misschien hebben een aantal van ons dit plaatje wel gezien. Dit hebben we gemaakt voor de psychiater. En wat dit plaatje lijkt een beetje ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet. Want dit is een plaatje van verbroedering, zou ik willen zeggen. We lezen heel veel in de media over dat bepaalde mensen bepaalde benaderingen eigenlijk niet meer zien zitten. Dat ze de genetica afwakkelen of juist heel erg pleiten voor herstel. Of dat ze willen ingaan op veerkracht en niet zozeer op behandelen. Terwijl de les eigenlijk die we moeten leren is dat we al die dingen samen moeten inzetten en eigenlijk moeten integreren. Dat is eigenlijk precies de psychiatrie. Dus niet meer een soort verticaal proces van een anamnese en een diagnose en dan proberen die diagnose te behandelen. Maar al die kennis die we juist hebben, niet kind met badwater weggooien, samenbrengen en gaan gebruiken. Ja. En ik voel hem al aankomen, waarom kunnen we dat dan nu opeens wel? Nou, ik denk dat er twee belangrijke innovaties zijn. Ten eerste dat er computers met regenkracht zijn, dat er nieuwe statistische methoden, artificial intelligence, machine learning, waardoor we vrij eenvoudig eigenlijk het individuele profiel kunnen vergelijken met een achtergrond van of een andere populatie met dezelfde problemen of een gezonde populatie. En daarmee uitspraken kunnen doen over welke interventie het meest kansrijk is. En of ook kunnen gaan voorspellen of die echt effectief gaat zijn. Ja. Of ook niet. En dit is dit raamwerk, en dit is nogmaals iets wat eigenlijk heel breed in de geneeskunde aan het ontstaan is. Dat je dus integreert en niet meer diagnose gedreven, maar patiënt of cliënt gedreven gaat werken. Is echt een feest voor een samenwerking en er staat hier ook organisatie van zorg in. Die willen we daarmee eigenlijk natuurlijk beter krijgen. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het ook gaat over organisatie van wetenschap. Ja. Want, wat willen we? Daar Elnathan had het er net al over. We willen echt zorgen dat we een andere en een betere relatie met elkaar, maar ook met de patiënten en met onze hele maatschappij en ons netwerk krijgen. En dit is wel een aardig plaatje, vind ik altijd, wat de vier P's van precieze psychiatrie worden genoemd. Dat als we dat proces omkeren en ons gaan richten om die patiënt of het individu te begrijpen en te benaderen. En dat is nogmaals niet alleen biomedisch, maar dat kan het narratief zijn. Dat kunnen allerlei dingen die je samenbrengt. Dat je automatisch meer participatie krijgt omdat dat individu echt centraal staat in uit te leggen. En over het voetig te brengen waarom die en waarvoor die geholpen wil worden of niet. Predictief, dat zei ik net al. Hè. Er zijn dus echt de intrinsieke beloftes dat je ook echt kunt gaan voorspellen of iets wel of niet heilzaam gaat zijn. Persoonlijk, dat zit ook bij de participatie. Maar we gaan afstappen en waarschijnlijk toch in de toekomst denk ik van die randomized control trials. Waarbij je altijd op een gemiddelde uitkomt. En veel liever eigenlijk en is één trials wil gaan doen. Dat is echt een hele aantrekkelijke manier die eigenlijk ook oorspronkelijk uit de psychiatrie en met name de psychologische interventies is ontstaan. En last but not least, dat als we dit soort dingen gaan ontwikkelen en we gaan veel meer leren hoe individuen zich tot een bepaald collectief verhouden, dat we ook veel eerder en veel beter weten waarom we iets wel moeten doen als iemand een bepaalde genetische afwijking of een bepaalde context of een bepaald trauma heeft meegemaakt. Dus eigenlijk in een samenvatting waar we als CWA op uitkwamen toen we dit allemaal hoorden, wat we opgehaald hadden uit het vorige congres en wat er ook in de vereniging leeft en ook breder in de psychiatrie,
dat om die individuele patiënt zo goed mogelijk te begrijpen en te behandelen, moeten we dus meer gaan samenwerken en eigenlijk die kennis als leidraad nemen. En daar zaten we dus over te delibereren, want als CVA hadden we al heel lang de ambitie en de wens om naast de organisatie van het congres ook door het jaar heen veel meer die dialoog en die interactie en die implementatie van wetenschap te bevorderen. Maar hoe doe je dat nou? We hadden al een keer een soort veldonderzoek gedaan en allemaal enquêtes, maar het landde alsmaar niet. En dachten we, we moeten eigenlijk iets hebben wat continu is, wat duurzaam is, wat zichtbaar is. Ja. En dat hebben we toen Science gedoopt als aanzet. En eigenlijk waren de dingen die we in eerste instantie ophaalden, was een beginpuntje van eigenlijk de hele exercitie die straks nog aan bod komt, is wat mist de meer klinisch werkende psychiater nou eigenlijk? Die mist direct actuele en beschikbare wetenschappelijke kennis of toegang daartoe. Mm-hmm. En die zoekt wel die kennis om met die complexiteit en meer dat maatwerk te kunnen omgaan. En die behoeftes die we toen als uitgangspunt voordat we dat platform en dat we daar echt gehoor aan wilden geven, wat we toen vonden was dat er dus meer toepassing van wetenschap voor betere patiëntenzorg nodig is. Een open deur, maar toch iets wat we echt moeten naar streven. Mm-hmm. Dat we wetenschap niet als een last of ballast zien, wat soms toch in de media wel als, ja, waar we ons toch wel over verbazen naar voren wordt gebracht, maar dat het uiteraard een verbindende factor kan zijn, dat dat heel breed is. En dat we dus inderdaad die doorlopende interactie willen garanderen rond wetenschap naast het voorjaarscongres. Ja. Nou, het woord bottom-up is net al gevallen. Mm-hmm. We willen met name ook zorgen voor ons nageslag. Niet alleen de jonge psychiater, maar ook de psychiater die vandaag in opleiding begonnen is. Hoe gaan we die meenemen? Hoe gaan we frisse jonge geesten laten meedenken om die cultuur van innovatie en integratie echt te bestendigen? Ja. En toen kwamen we in eerste instantie op dit uit. We hebben een soort plaatje gemaakt van, oké, stel je voor dat we dus die interactie of die communicatie, die uitwisseling tussen praktijk en wetenschap willen bevorderen. Dan moeten we dus een soort platform. We hebben alle mensen geconsulteerd, dat moet dus wat er staat. Hè? Dat we bijvoorbeeld een promotieagenda, want vaak weten we dat helemaal niet. Dus het is echt moeilijk te vinden. Een wetenschapsagenda. Wat speelt er nou eigenlijk? Waar kan je nou echt de belangrijke artikelen over jou onderwerp of jouw patiëntengroep vinden. Dat was een beetje het uitgangspunt. Maar toen kwamen we er al snel achter dat dat verdomd lastig is. Dat moet je dan ergens neerleggen, dat moet je in leven houden, er moet een redactie bij zitten, enzovoort, enzovoort. En toen hebben we de hulp ingeroepen van de Hackathon Factory. En toen zijn we in een heel interessant proces gegaan. Dit was eigenlijk nog voordat er, wat we nog nooit gehoord hadden van COVID-19, SARS-CoV-2 of corona. Mm. Maar dat we dachten, we gaan eigenlijk een soort referendum, een design sprint heet dat, komt straks nog aan de orde wat dat is, houden om te kijken, zien de leden van de NVVP dit eigenlijk wel zitten? Ja. Maar toen kwam COVID-19 en toen kwam alles eigenlijk in een stroomversnelling. Want toen was die vraag van, moeten we dit wel doen? Eigenlijk van tafel, want iedereen ervoer opeens een enorme noodzaak om zich veel meer online te kunnen verhouden. En waardoor eigenlijk, ja, dat mag het niet zeggen, maar voor dit platform was COVID-19 eigenlijk best een geschenk. Omdat we toen konden doorpakken en hebben met man en macht de hele commissie en dan ook nog een subcommissie van Roel en Kim van de CVA samen met de jonge psychiater. Die hebben een vroegtijdstip betrokken, want daar moeten we de jonge psychiater echt voor crediten. Die waren natuurlijk al heel veel op weg op dat terrein. Die hadden al een hele mooie website, die hadden al een hele actieve redactie die allerlei actuele zaken rondom wetenschap en problematiek in de psychiatrie uitzond, maar nog niet echt interactief. Dus alles wat jullie nastreeft en dat kwam versneld op gang, ja, kwam allemaal samen. Precies. Ja, ja. Het is, je kan het, wat je al zei, nauwelijks zeggen dat het iets een zegen is, maar het heeft dit in elk geval geholpen. Zeker. En dat, waar zitten nog voor jou aandachtspunten als je kijkt naar de actuele wetenschappelijke kennis die beschikbaar moet zijn? Op welk gebied, want je hebt meerdere bolletjes en terreinen laten zien, op welk gebied zit er wat jou betreft nog een tekort of mag het meer beschikbaar zijn? Ja, dus, ik ben heel blij dat je dat vraagt. Er is natuurlijk vaak dat we denken dat we ons heel erg onmachtig voelen als psychiaters, dat we weinig objectiviteit hebben en geen concrete dingen om op te varen of dat we niet zo goed weten wie moet behandelen. Dat zou een opvatting kunnen zijn. Het zou een opvatting kunnen zijn, maar het zou best kunnen dat we eigenlijk, we zijn nog een relatief jong vak, maar we hebben heel veel gedaan. We hebben ontzettend veel verschillende vormen van onderzoek gedaan. Ja. Van beeldvorming tot en met psychologisch onderzoek, genetisch onderzoek, et cetera, et cetera. Maar we kunnen het niet zo goed laten landen. Dus wat wij een beetje willen uitstralen is dat het meer gaat om hoe breng je nou dingen tot elkaar in verhouding en hoe laat je het spreken, dan dat we
eigenlijk sceptisch zijn of dat we niet zo goed weten wat we ermee moeten. Dus of dat we denken dat het geen nut heeft. Want dat is niet zo. Het is ook niet de beschikbaarheid, die is er wel. Zeker. Maar het is hoe laat je het tot elkaar verhouden en dus combineren. Ik wil absoluut niet het gras voor de voeten wegmaaien, want de Hackathon Factory... Ja. Waar we echt, het was een fascinerend proces. Wat straks gepresenteerd gaat worden door de mensen die zich daar het meest mee bezig hebben gehouden. Precies. Liet echt zien dat er waanzinnig veel energie en echt heel veel kunde in onze vereniging zit. Maar we moeten het ontsluiten. Juist. En dit zou een raamwerk kunnen zijn of een soort leidraad hoe we dat gaan doen. Ja. Maar daarnaast, dat platform waar we nu over gaan horen, dat kan nog meer verbinding brengen. Dus precieze psychiatrie en een platform zou wel eens iets... Dat zou kunnen gaan werken. Zou kunnen gaan werken. Nog heel even, hè, voordat we inderdaad het gaan hebben over die design sprints. Want ik ben benieuwd. Even dat woord participatie. Toverwoord, maar ook wel een toverwoord voor alles om te verzanden in niks. Hoe zien jullie dat voor je? Participatie op welke fronten allemaal? Ja, kijk, participatie wordt vaak toch synoniem van... Als je het hebt over wetenschap, hè, hoe krijg je mensen het als deelnemer in een onderzoek? Ja. Hè? Of vindt een bepaalde doelgroep dit onderzoek wel relevant of niet? Mm-hmm. Maar wat we misschien toe moeten voegen is dat het nog veel interessanter is als direct deelname aan ons onderzoek echt iets oplevert. Zoals bijvoorbeeld? Nou, als iemand bijvoorbeeld deel zou nemen aan meer geïndividualiseerd onderzoek... Ja. En dus dat hij ook zijn eigen controle is als het ware... Mm-hmm. En niet zozeer maar moet hopen of hij een interventie of een placebo krijgt bijvoorbeeld... als een meer geëikt voorbeeld, maar ook met name dus dat hij het gevoel heeft... Wat ik nu, waar ik nu aan deel ga nemen, gaat mij dit of dat opleveren. Of in ieder geval in de nabije toekomst. Omdat het over mij gaat. Ja. En niet meer over mijn diagnose of over een bepaald onderzoeksparadigma. En dat is denk ik niet alleen dat framework van precieze psychiatrie. Maar ook een gedachteswitch die we moeten maken. Want dat is toch ook wel wat we teruggehoord hebben van doelgroepen. Dat er vaak aan ontbreekt. Ah, dus dat was ook gewoon kritiek eigenlijk die je zou kunnen ondervangen. En dan wordt participatie... Ik zou het een wens willen noemen. Ja, is goed. Maar het was natuurlijk ook wel een beetje kritiek. Dat is goed, toch? Een beroepsgroep zeker. Moet kritisch zijn op zichzelf. Ja. Ja. En je bent heel enthousiast over die design sprints. We gaan inbellen met Janne en met Romeo. En dan gaan we eens horen hoe zij dat hebben beleefd. Ja, erg leuk. Dankjewel. Joep.